Ja guys, welkom in een video met vandaag een kijkje op Star Wars The Clone Wars. Wauw, oh wauw. Eindelijk eens een film van Star Wars die niet slecht is. Oké, natuurlijk is het al geweten dat de eerste drie films die ooit oorspronkelijk chronologisch als eerste zijn uitgegeven echt geweldige films zijn. Maar de volgende twee van de andere sequels, prequels, films, things, kus, equals, die waren gewoon niet zo goed. The Phantom Menace en Attack of the Clones. Die waren ik gewoon echt puur geen fan van. Nu is het wel even duidelijk om aan te geven naar een reactie die nu in beeld. Niet iedereen deelt dezelfde fucking mening. Daarmee bedoel ik dat als ik een film niet zo goed vind, dan kraak ik hem af en dan vermoord ik de film gewoon waar hij bij staat. Als jij dan met je lelijke kutkop daar niet tegen kan dat ik een film bijvoorbeeld niet zo goed vind, dan is dat je eigen kutprobleem en niet het mijne. Dus even om het lief gezegd te hebben, steek een hand in je reet en ja, een andere video kijken. Ga dan gewoon kijken naar iemand die wel Attack of the Clones goed vindt en kijk dus ook gewoon direct naar een filmreviewer die niks afkent van een film. Maar voor de rest, ik haat Star Wars niet, ik haatte die twee films. Ik vond deze film eigenlijk nog best wel degelijk, al waren de scores wat slechter van deze film. En ik heb ondertussen ook al The Revenge of the Sith gezien, dus er gaan wel wat weken aankomen op dit kanaal. Holy fuck! Damn! Things were different then. Just us troopers and the Jedi, standing between Grievous and his droids and the rest of the universe. I fought everywhere, from Kamino to Tatooine, Rodia to Coruscant. I saw worlds fall, and I learned much from the Jedi. Skywalker, Kenobi, young Ahsoka Tano. We stood together against everything they threw against us. We were heroes. Star Wars, The Clone Wars. A new adventure Fridays at 9 p.m. Only on Cartoon Network. Laat ik gewoon beginnen met de waarheid. De episodes zijn wel leuk en stuff, maar het zijn deze films die ervoor zorgen dat deze Star Wars franchise zo groot is en zo bekend en zo fijn in de fans hun fanbase. Het zijn deze films die deze franchise eigenlijk nodig heeft om te kunnen knallen met een franchise van Star Wars. Het zijn deze films die het Star Wars universum nodig heeft om echt te kunnen knallen. Het geeft namelijk heel veel meer backstories. Het introduceert nieuwe personages die we kunnen gebruiken in de serie van The Clone Wars of in de nieuwe films die gaan komen, zoals Revenge of the Sith. Zoals de hele toekomstige films die nog gaan komen. Ook kun je zo wat extra plotlines uitkomen die je niet kunt laten zien omdat ze alleen maar in die teksten in het begin van de film te zien zijn. Dit is zoiets wat perfect in zo'n tekst kon geplaatst worden, maar nu heb je er gewoon een hele film over en het werkt. Deze film heeft dan ook geen gigantische war stakes, behalve dan het feit dat we er nu echt achter kunnen komen wie dat de Outer Rim mag gaan doorkruisen en op welke manier dat gebeurt. En deze film kiest ervoor om alles op alles te zetten met een baby. En dat is cool gebracht. Het zijn deze kleine dingen die een franchise echt kunnen maken en na al mijn negativiteit de afgelopen twee weken, ja, dit is wat ik wil zien in Star Wars. Dit is namelijk die backstory die ik wilde hebben om mij echt in de franchise te kunnen rollen. En ja, ik hou van Star Wars. Verhaal 140 op 200. Ik absoluut hield van de personages in deze film. Ze waren grappig, ze waren verdomd close aan hun real-life counterparts in de film en ze waren gewoon echt enjoyable om naar te kijken. De droids waren scheet irritant, maar hun humor en hun domheid was soms zo geweldig goed gekozen en daarom hou ik ook ervan ze. Het laat echt daadwerkelijk zien dat het gewoon een gigantische army is aan mindless robots. En zo verschijnt er weer een extra detail in Star Wars wat geweldig is aan deze franchise. Personages 150 op 200. De film gaat vlot vooruit en blijft totaal niet hangen. Je vliegt letterlijk van plotlijn 1 naar plotlijn 2. Maar ik moet wel toegeven dat de animatie wat afwerking nodig had en vooral bij Samuel L. Jackson, die er naar mijn mening als Mace Windu in deze film echt gigantisch slecht uitziet. Pacing en designing 100 op 150. De film was niet echt surprising met heel veel dingen die je al wist van de andere films. Al moet ik wel zeggen dat ik Skywalker's Padawan heel erg surprising vond, aangezien ik niet wist dat hij al een master was. Of ik zie het persoonlijk gewoon helemaal verkeerd en je hoeft niet eens een master te zijn om een Padawan te krijgen. Of hij was wel al een master en dat wist het gewoon niet. Ik dacht dat hij nog steeds een soort van apprentice slash Padawan van Obi-Wan Kenobi was. Aan de andere kant is hij al 10 jaar een Jedi op dit moment, dus daar kan het ook aan liggen. Surprisement 25 op 100. Ik moet zeggen dat de acting bij Star Wars gewoon niet echt een van de sterkste punten is op dit moment, want ook in deze film was de acting een kleine tegenvaller. Het was niet geweldig, het was enkel geloofwaardig.
That's it. En soms vond ik ook gewoon dat een bepaalde paar stemmen niet echt paste bij de personages en bij de animatie die er op het beeld stond. Het zijn van die kleine details bij een animatie waar je echt op let en dat heeft deze film gewoon net iets te fout gedaan. Acting 95 op 150. De critics vonden deze film echter geweldig en geven hem een 35 op 100. Ik vond hem beter, ik geef hem een 30 op 50. En ik ben zelfs heel vrijgevig vandaag, ik geef hem 3,5 ster. Dan brengt de totaalscore van Star Wars The Clone Wars uit op een 610 op 1000, oftewel een 6,1 op 10. Hiermee staat Star Wars The Clone Wars op de eerste plaats in de Star Wars Movie Review ranglijst. Heb jij nou Star Wars The Clone Wars gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments hier beneden. Ik zie je graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken en bye bye.